Marleen de Rooij, politiek verslaggever van de NOS. Vertel eerst nog even waarom het op zich zo belangrijk is dat die notulen van de ministerraad geheim zijn. Ja, dat komt omdat de regering in Nederland die spreekt met één woord. En we zijn een coalitieland, dus allemaal partijen van verschillende denkrichtingen moeten met elkaar samenwerken. Dus binnen kamers wordt er nog wel eens anders gedacht over sommige onderwerpen. Dus is er afgesproken, nou, wat daar dan besproken wordt, dat blijft geheim. Dat gaat 20 jaar een kluis in en na 20 jaar mogen de wetenschappers het inkijken. En 4 jaar daarna, dus zo'n 24 jaar, dan mag het hele publiek het lezen. Want dan is het zo outdated, dan maakt het niks meer uit. Mensen die eruit lekken. Er zijn heel weinig mensen die notulen mogen inzien. Heel klein groepje mensen. Waaronder de ministers en een paar hoge ambtenaren. En wie eruit lekt, die echt kan strafrechtelijk vervolgd worden. En die kan 1 jaar in de gevangenis belanden. Dat is de maximale straf als het allemaal bewezen wordt. Dus dit is echt heel erg geheim wat daar binnen besproken wordt. Ja, het is niet de bedoeling dat wij allemaal weten welke discussies zich daar hebben afgespeeld. Nee. Welke minister voor en tegen was enzovoort. Want dan kan je mensen ook tegen elkaar uitspelen. Dus dat principe is helder en is ook best belangrijk. Maar er is nu toch, dus bij hoge uitzondering, besloten om het openbaar te gaan maken. Maar er is ook afgesproken om niet alles prijs te geven. Wat betekent dat nou precies? Nou, er is afgesproken om de stukken die in het RTL Nieuws artikel een paar dagen geleden waarover bericht is, om die te publiceren. Het idee is, ja, die stukken die liggen toch al deels nu op straat. Plus we willen het wantrouwen wegnemen. We zitten natuurlijk na de verkiezingen in ook nog een formatieproces. Er is ontzettend veel wantrouwen. Het kabinet zegt, ja, wij vinden dat er niets geks is gebeurd in die gesprekken. En we gaan het iedereen laten zien, want we gaan maandag al die stukken publiceren met naam en toenem. Dus wat we maandag kunnen lezen is ook, Wopke Hoekstra zei dit, Hugo de Jonge zei dit. Dus je kan die hele gespreksverslagen lezen. Ja. En dat doen ze echt een beetje om het wantrouwen weg te nemen. Dat hopen ze in ieder geval. We krijgen dus niet van die zwart gelakte passage. Nee, Rutte heeft vandaag benadrukt dat dat niet het geval is. Ze krijgen gewoon de kopieën die paar mensen die ze ooit hebben gezien, ook hebben gezien. En het wantrouwen, want je merkt een beetje aan Rutte, ook tijdens het laatste debat van afgelopen week, dat hij heeft een beetje een korte lontje gekregen. Hij is sneller geïrriteerd. En wat mij vooral opviel was de Kamerlid Sylvana Simons, die interrumpeerde. En laten we even kijken wat er toen gebeurde. Hoe gaat het met de immuniteit in ons land? Misschien dat Hugo de Jonge, heb jij die cijfers paraat op dit moment? Hoeveel mensen we denken het gehad hebben? 4 miljoen is het laatste cijfer wat we vermoeden, dat 4 miljoen mensen het gehad hebben. En er zijn dan zo'n 5 miljoen mensen die de eerste prik hebben. Dus dan zou je 9 miljoen mensen hebben inmiddels die immuun zijn. Eerst je hebt het gehad en dan ben je immuun? Ja, dat weten we niet zeker. Maar ja, dat lijkt me een vraag voor Van Dissel, voorzitter. Daar ga ik me niet aan wagen. Omdat er net even een song werd gemaakt over zoveel mensen hebben het gehaald, zoveel mensen zijn gevaccineerd, dus zoveel mensen zijn immuun. Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons? Sorry? U denkt dat ik geïrriteerd ben? Ja, u moet me eens meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Dan motie nummer 29. Overigens, excuus wil ik zeggen tegen mevrouw Simons voor mijn onnodige irritatie in de eerste termijn. Dat was uncalled for. Sorry daarvoor. Dit kwam vaker terug, hè, dat hij toch een beetje narrig was. Ja, je merkte vandaag ook wel, toen hij dat statement deed, dat hij een beetje kort af was. Er komt natuurlijk ook wel echt schandaal na schandaal. Die verkiezingen zijn een maand geleden. En wat hebben we allemaal al meegemaakt in die maand? En Rutte is natuurlijk wel gewoon de grootste partij. Hij moet ervoor zorgen eigenlijk, als grootste partijleider, dat we straks weer een kabinet hebben. Ja, maar